Hallo allemaal. Het doel van deze webcast is om jullie uit te leggen welk aanbod er in het Brussels hoofdstedelijk gewest bestaat om jullie beheerstrategie van intellectuele eigendom te ondersteunen. Het gaat hier specifiek over het patent. Wat bedoelen we exact met het Brussels hoofdstedelijk gewest? Wel, wij zijn Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie. En onze missie is de promotie en ondersteuning van technologische en maatschappelijke innovatie in Brussel. Wij doen dat via de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van bedrijven, VZW's en onderzoeksinstellingen. Dus hoe kan Innoviris je helpen met je beheersstrategie van intellectuele eigendom? Wel, één van de strategieën voor het beheer van intellectuele eigendom is de bescherming van je technologische uitvinding met een patent. En bij dat proces kunnen wij je helpen. Er bestaan verschillende procedures voor het neerleggen van een patent. Er is geen tijd om hier tot in het detail te gaan, maar een van de meest voorkomende procedures is dat je de eerste neerlegging gebeurt op nationaal niveau. Na 12 maanden krijg je dan de mogelijkheid om de neerlegging op geografisch niveau uit te breiden, bijvoorbeeld via de internationale procedure of PCT, die na 30 maanden uitmondt in de nationale fase in de verschillende landen waar je bescherming vraagt. De procedure gaat dan verder op nationaal niveau en de beslissing over het patent valt na 3 tot 7 jaar. Innoviris kan via de actie Protect de procedure van het neerleggen van het patent gedeeltelijk financieren gedurende een periode van 3 jaar. Dat kan voor een ondersteuning vanaf de prioriteitsdatum in de eerste 36 maanden van de procedure. Of dat kan zijn vanaf de uitbreiding, dus vanaf het eerste tot het vierde jaar, opnieuw voor een periode van 36 maanden. Het is een heel dure en complexe procedure, dus het motto is bezint eer je begint. De voorbereidende fase is noodzakelijk. Een patent neerleggen is misschien niet de beste strategie voor jou, dus het loont de moeite om het advies van een expert in te winnen. Je kan een nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren om na te gaan wat de kansen zijn op een patent, door je de vraag te stellen of je uitvinding wel zo nieuw is. Je kan een marktonderzoek laten uitvoeren om de valorisatiemogelijkheden van je patent na te gaan, het doelpubliek van de uitvinding te bestuderen, te kijken of er marktinteresse is, in welke zone je bescherming vraagt en zo verder. Je kan ook een onderzoek doen naar de freedom to operate. Er bestaan 2 mogelijkheden voor financiële ondersteuning tijdens deze fase in de voorbereiding. Dat kan via de innovatiechecks of het programma Boost van Innoviris. Of dat kan via financiële steun voor deskundig advies. Dat is een initiatief van de gewestelijke overheidsdienst Brussel. Het is geen onderdeel van Innoviris, maar het is hier wel het vermelden waard. Dus er zijn eigenlijk 3 mogelijkheden. Protect, Boost of de innovatiechecks en de financiële steun voor deskundig advies. Ik ga hier alleen verder in op het programma Protect. Nu, de actie Protect is alleen bedoeld voor KMO's die gevestigd zijn in Brussel. Het dekt 3 jaar van de procedure en het is hier heel belangrijk om te vermelden dat je je financieringsaanvraag moet indienen voor je de patentaanvraag indient. De subsidie dekt 50% van de totale uitgaven, dus het is belangrijk dat de KMO zelf ook voor 50% kan instaan en ons dus kan overtuigen van een goede financiële gezondheid. Nu, wat bedoelen we met de totale uitgaven? Dat zijn de taksen met betrekking tot het neerleggen van het patent of de gerelateerde kosten. Dat kunnen zijn honoraria, certificering van officiële documenten, vertalingen enzovoort. Nu, belangrijk is om te vermelden dat de kosten voor het neerleggen van een patent kan gaan van enkele duizenden euro's tot meer dan 100.000 euro. De tegemoetkoming van Innoviris bedraagt hierbij 50%, dus dat is zeker de moeite. Nu, hoe verloopt dat praktisch? Je kan een subsidieaanvraag indienen via een formulier op de website van Innoviris. De behandeling van de aanvraag duurt ongeveer 3 maanden en is gebaseerd op verschillende elementen. De perspectieven inzake de patentering, de valorisatieperspectieven van het patent. We gaan na of het een positieve impact heeft op het Brussels hoofdstedelijk gewest en de integratie in je intellectuele eigendomsstrategie. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze presentatie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als jullie vragen hebben en neem zeker ook een kijkje op onze website en op de website van de gewestelijke overheidsdienst Brussel voor meer informatie. Dankjewel.